maar één ding zeggen. Het was fantastisch en jullie allemaal hartstikke bedankt. Graag gedaan. Heel erg bedankt. En tot 6 maanden. Ja, dankjewel. Mag ik nog een keer even een knuffel geven? Ja. Dat is hartstikke leuk. Ja. Super. Fantastisch. Ik ben blij dat je het gelukt. Ja, dat zijn je verwachtingen ook voldaan. Ja, geweldig. Ik bel je van de is goed, kun je even lekker een beetje bijkomen? Ja. Heel mooi maken. Ik gooi er heel veel filters overheen, dat jullie alle rimpeltjes weg zijn. Gaan we lukken. Nou, wij komen nog een foto open brengen. Zodra die klaar is. Ja. En wij, hè? Ja. Kun je nog een leuke aandenken? Ja. Ah, een hele leuke middag. Toch? Ja. Heel leuk. We hebben een mooie rit gehad. Ja. En ik heb ook je bericht in het gastenboek gelezen en e-mailverkeer gehad. En zoals beloofd maken wij altijd van onze ritten een fotoboek. En die wil ik je bij deze overhandigen. Gebruik het om, als je het even moeilijk hebt, weer terug te kijken van die dag, die blijvende herinnering. Het gebeurt regelmatig. Ik s'avonds in bed lig of s'middags hier even in de stoel gaan. En mijn ogen dicht doen. Dat die hele film weer opnieuw begint af te spelen. Wat is er nou mooier om de plaatjes erbij te hebben? Ja. Dan voel je jezelf zo weer achterop zitten in de wind. Ja, hoor. Heerlijk, hè? Absoluut. Ja, het is zo'n fantastische dag geweest. Ja. Nou, was het ook. Gezellig, mooi weer. Ja. Sowieso niet. Wij hopen gewoon dat die deken in de moeilijke dagen, die er moet aankomen, die dag warmte geeft. Maar ook van ons allemaal, van de motorrijders, van de winterse uitdaging. Dat mocht je het een keer moeilijk hebben deze dagen, samen om je heen, voelde warmte. Ik weet niet, ik ken jullie niet, ik ben nog nooit geweest. We zijn lekker met de kerst geweest. Lekker warm, mooi over je benen leggen. Ja. Nou, dankjewel ook aan de fototekenmakers. Geef het door. Oké. Okay.